Een baan vinden is soms lastig en zeker als je een lichamelijke beperking hebt. En om makkelijker in contact te komen met werkgevers is er nu een speciale taxi die door de regio rijdt. In die taxi ontmoeten werkgever en werkzoekende elkaar. Voor mij is het moeilijk met een beperking om een baan te vinden, omdat ik last van mijn armen, tennisarmen aan beide kanten van mijn arm, links en rechts. En daarom bij werkgevers moeilijk binnen kan komen. Wegens beperking, omdat ze dat toch maken te hebben met vooroordelen van werkgevers. Dat ze zeggen van nou, hij heeft een beperking, hij zal wel in de ziekte terugkomen. En met deze taxitour proberen we bedrijven en overheidsinstellingen die bijvoorbeeld wel iets willen met het thema mensen met een arbeidsbeperking te inspireren om hiermee aan de slag te gaan. Maar ook te zorgen dat we met de taxi naar bedrijven toe gaan met een ervaringsdeskundige om de problemen die bedrijven misschien intern ervaren om ermee aan de slag te gaan, te helpen oplossen, zodat er meer mensen met een arbeidsbeperking geplaatst kunnen worden. In de taxi kunnen werkzoekenden en werkgevers een filmpje maken. Via de website vinden ze elkaar dan. Ik hoop wel dat het een verandering brengt in de maatschappij, dat er meer mensen met een beperking aan het werk kunnen komen en dat ook de bedrijven bereid zijn om mensen aan te nemen. Mensen kunnen achterin plaatsnemen met hun bedrijf en bijvoorbeeld vertellen over waarom zij aan de slag willen met een inclusieve arbeidsmarkt, dus meer banen voor mensen met een beperking. Maar ze kunnen ook de taxi van Onbeperkt aan de slag laten komen, zodat wij ze bewust helpen met hun inzicht om echt aan de slag te kunnen gaan met deze doelgroep. Dinsdag was Eindhoven aan de beurt. De taxi rijdt nu verder naar Gelderop, Mierlo en Valkenswaard.